eerste wegwedstrijd die in Nederland verreden werd, zag de start er wat anders uit. Het was 1925. Het circuit bestond deels uit zand- en grindwegen. Rolde, Burger, Grollo. Hier en daar gold voor de renners zelfs een inhaalverbod. In dat jaar won Piet van Wijngaarden de 500 kubieke centimeter met een gemiddelde van 91,4 kilometer per uur. In 26 wapperde de eerste TT-vlag in Assen. En de overweldigende toeloop bewees dat de motorliefhebbers van Nederland op dergelijke races hadden zitten wachten. Eerste in de 500 kubieke centimeter klasse werd weer Piet van Wijngaarden. De Assen en Gerard Dieters won in de 250 kubieke centimeter. In dat eerste jaar was de TT nog niet opgenomen in de internationale motoragenda. Het bleef dus een zuiver Nederlandse race. Van het begin af heeft de TT ook van officiële zijde belangstelling ondervonden. Burgemeester Botenius Lohman woonde de eerste race bij. In later jaren verscheen ook de commissaris de koningin, meester Lindhorst Holman. In 1927 kwamen voor de eerste maal buitenlandse renners aan de start. En de Ier Stanley Woods op Norton bracht meteen de 500 kubieke centimeter op zijn naam met een uurgemiddelde van 103 kilometer. Woods was trouwens de eerste officiële fabrieksrijder. Maar ook de Nederlanders brachten het er niet slecht af. In de 350 kubieke centimeter stoven Van Koten en Maarten Flinterman als eerste en tweede door de finish. De Scott kostte bijna 1000 gulden. Dat was heel veel geld als u rekent dat ik in het begin van mijn zakenjaren at in een stadschenken in Amsterdam voor 75 cent. 0,75 gulden. En als je een huzaris laat je bijnam, dan betaal je 1 gulden. En dan krijg je een ijsje toe. Dus dat heb ik me later wel eens gerealiseerd, hoe onvoorstelbaar die vader van mij was. Hij zei, daar moet je niet over praten wat het ding kost. Dat moeten we maar onder ons houden. Ik zei, ja, dat lijkt mij ook het beste toe. Ze heeft wel gezegd, ik wou graag dat hij het niet deed. En om haar nu een plezier te doen, want het was voor mij geen levenstaak, die. Het was voor mij ook liefhebberij. En als ik er voor de tribune reed, dan reed ik half gas. Want onder die Scotten zat een enorme huilend geluid in. Het was zeer acceptabel voor de liefhebber. Maar mijn moeder die denkt, oh. Hè? En om haar nu een plezier te doen en niet te veel te veel reed ik voor de tribune, half gas. En daarna? En daarna trok ik hem natuurlijk open. Ik dacht eerst, dan ligt hij gelukkig, maar later dacht ik fout. Op die manier winnen is niet leuk. Maar toen was ik alleen. En toen ging ik naar de pits, ik zei, dan hou ik ermee op. En toen bliezen ze me wat in het oor. En dat was nu iets van vroeger. Toen zei ze, heb je niet aan een bonus gedacht? Ik dacht, verrek, ja. Ik wil straks naar Engeland toe. En de eerste rit had mijn vader betaald en mijn vriend, dat was een rijke jonge man. Ik denk hem ikzelf, speksnaaier, hè? Heb ik een patiënt. Dus ik stapte aan de duur op die motorfiets. En heb ook het eind toe uitgereden, dat was 300 kilometer, 280 of zo. En toen ik dus het volgende jaar voor Engeland inschreef, ging ik op eigen kost. Als de wegcommissie achter de journalisten aan in 1928 het circuit afrijdt, maakt ze de baan vrij voor een wedstrijd waarover zelfs vandaag nog wordt gesproken. De race met het fameuze duel tussen Graham Walker en Tommy Spann in de 500 kubieke centimeter, die naast elkaar het laatste rechte einde waren ingegaan. Walker won. Hij kreeg een schitterende fanfare. Zo goed trouwens als in 29 de jubilerende KNMV. Haar 25-jarig bestaan werd gevierd met een bloemetje, toespraken en ontvangsten, zoals hier in Alkmaar. Ook vele bekende TT-figuren werden in het zonnetje gezet, zoals de heer Mulder, die van de oprichting af penningmeester is geweest. En Willem Breeman, die de Beul van Assen heette, omdat hij voor de oorlog bij de keuring van de motoren zonder genade te werk ging en langs de strikte lijnen. Zoals trouwens ook de startlijntrekkers, wie verantwoordelijk handwerk altijd van vader op zoon overgaat. En ook in dat feestjaar 1929 gieren ze weer door de S-bocht van Laaghalen. De beste renners van Europa, de ene bocht in, de andere uit. Wie eenmaal zo'n schuiver gemaakt heeft, past bij de volgende bochten wel op. En die neemt zich heilig voor geen duimbreed meer af te wijken van het rechte pad. De Engelsman Nott krijgt het kusje dat de juffrouw aan de eindstreep voor de winnaar op een zacht pitje heeft gehouden. In 1930 komen we weer terug op het circuit van Assen.
Stanley Woods stopt bij de pit om te tanken. Tegenwoordig is dat nooit meer nodig. De circuits zijn verkort en de capaciteit van de benzinetanks is vergroot. Om kostbare seconden te sparen helpt Woods zijn motor verzorgen. Voor het Nederlandse publiek langs de lijn heeft dit jaar 1930 een bijzondere attractie. Bij de 175 cc liggen de Nederlandse deelnemers gunstig in de race. En een nationale overwinning in een van de klassen zou deze TT een bijzondere glans verlenen. Tot het laatste ogenblik blijft de beslissing onzeker. Maar dan jaagt Piet van Dinter als eerste over de eindstreep. Een belangrijke zege toevoegend aan de reeks die hem reeds een grote naam heeft bezorgd. Er zijn meer bekende Nederlandse rijders in die dagen, de moedige Gerbrand van Pelt. En Jan Rijk, die met zijn motor niet alleen talloze prijzen, maar ook een bruid in de wacht sleepte. Jan Rijk laat zijn bruid het huiskamervloerkleed inwijden, omdat hij als renner geleerd heeft dat bij belangrijke ondernemingen niet zo belangrijk is als een goede start. Het is 1933. Elk jaar weer komen de buitenlandse fabrieken aan de start met een overmacht aan eigen rijders. Maar 1933 wordt een gedenkwaardig jaar omdat Nederlandse renners een aantal buitenlandse kopstukken voorbijstreven. Met Nederlandse kansen op goede plaatsen leeft men weer heel anders met de wedstrijd mee. In de 350 en 500 kubieke centimeter klasse is de derde plaats beide malen voor de Rotterdammer Arie van der Pluim op Husqvarna. Het volgende jaar, 1934, introduceert op de lijst van winnaars in de 500 kubieke centimeter klasse van het circuit van Assen een nieuwe nationaliteit. Het is een Belg die wint met een uurgemiddelde van 129,7 kilometer. De meuter op FN. 1935, ook dit wordt voor de nationale motorsport een groot TT-jaar. De spanning wordt al verhoogd nu het toch al zo moeilijke circuit extra verzwaard wordt doordat in de voorafgaande nacht een regenbui het wegdek glad heeft gemaakt. Voor elke renner een bijzondere handicap. Maar door zijn vochtige klimaat is de Nederlander het meeste mee vertrouwd. In ieder geval wordt in de 500 kubieke centimeter klasse de tweede plaats bevochten door onze landgenoot Willy van Gent. De eerste plaats is voor de Engelsman Jimmy Guthrie, die in het volgende jaar eveneens met de grote prijs naar huis ging. In steeds groter getale stroomde het publiek ieder jaar weer naar Assen, waar het in 1937 in de 500 kubieke centimeter een gigantisch duel beleefde tussen de Duitser Karl Gall en de Engelsman Guthrie, dat Gall op zijn compressor BMW won. De sensatie van 1938 was Bertus van Hamersveld, die na een uiterst spannende strijd achter de Duitser George Meyer de tweede plaats wist te bezetten. In 1946 gingen de vlaggen bij Assen weer omhoog nadat het circuit 6 jaren ongebruikt was gebleven. Aan Piet Knijdenburg viel de eer te beurt om op zaterdag de Centennial Classic TT te openen. Hij mag dan inmiddels 92 jaar oud zijn. Dat klusje liet de voormalige leeuw van Wassenaar zich bepaald niet ontnemen. En natuurlijk moest die opening op een BMW. En dat is het merk waarmee Piet Knijdenburg in zijn carrière zijn grootste successen vierde. En Knijdenburg, hij genoot heel erg. Met het nummer 99 natuurlijk. Want dat was het nummer waarmee hij destijds bekend werd. In 1946, ja, dat je bent 92 jaar en je rijdt nog steeds met veel plezier. Nou, ik ben veel plezier. Ik op een motorfiets hoor. Ik heb niet zelfs geen motorfiets. Ik geniet hiervan dat ik met al deze leuke mensen nog een oude tijd ervoor heb gedaan. En na het Wilhelmus
was het dus de beurt aan Piet Knijnenburg om op die BMW een paar rondjes op het nieuwe circuit van Assen te rijden. En dat circuit is natuurlijk niet meer te vergelijken met de baan waarop hij destijds reed. Knijnenburg was een echte allrounder. Hij deed aan speedway en hij deed aan grasbaan. Hij reed betrouwbaarheidsritten. En hij werd Nederlands kampioen zijspancross en 8 keer kampioen in de wegrace. En allemaal dus met dat nummer, nummer 99. In 1948 won hij de 500 cc race tijdens de Dutch TT. En datzelfde jaar zette hij de Renstal Holland op met een eigen bus. En onder meer 3 van die hele speciale BMW Rensports. En Knijnenburg, hij had heel erg genoten. Ging het goed, hè? Geweldig, schitterend. Piet, hoe was dat? Leuk, leuk om weer eens te doen. Alleen hij praat niet zo leuk met me. Hij slaapt op met jou. Hij is dronken, hè? Hij krijgt te veel benzine. En een groot applaus voor een van de grootste coureurs van de Nederlandse wegracegeschiedenis, Piet Knijnenburg.